Goedendag, mijn naam is Joseph Aar. Vandaag heb ik een integrale van de macht van secants en cosecants. Integrale van de secants van secants is 1 over cosinus x. Cosinus is 1 over sinus x. We gebruiken daarvoor een aantal formules. Bijvoorbeeld dx over cosinus quadrat x is tangens x plus sin. Ja. Nu, eerste integraal, integraal van secants x dx. Ja. Daarom gaan we de secants schrijven als zijn vorm 1 over cosinus x. Dus dx over cosinus x. Ja. We gaan nu aan beide kanten een tellen noemer cosinus x bijvoegen. Dan krijg je een integraal van cosinus x dx geeft door cosinus kwadraat x. Ja, dan kun je schrijven cosinus x dx is d sinus x. Ja, dat is een differentiaal d sinus x. En cosinus kwadraat x is 1 min sinus kwadraat x. Gewoon op de hoofdformule van de curve 3. Ja, als je een sinus x gelijk aan t stelt, ja, substitutie kan toevoegen, dan krijg je de vorm dt geeft door 1 min t kwadraat. Dat is een partieel brok. Dat gaan we oplossen in partieel broken. Kijk voor de video partieel broken. Dan gaan we dus 1 over t kwadraat min 1 terug. Dat is a keren t 1 min t 1 plus t. Ja, we ontbinden de noemer in zijn intermen 1 min t 1 plus 2. En dan vind je na een tijdje, ja, dat a min 1 is en b een half is. Je vindt dus een half en 1 tweede. Dit is een half, 1 over t 1 min t en een half 1. Als je het uitschrijft, krijg je dus een half dt dt min een half dt 1 min 3. Ik heb een plus gegeven, moet wel een min zijn, zorg voor het foutje daarvoor. Dat zijn twee ln's, dan krijg je een half. Ln 1 plus t min een half ln t. Opnieuw, de plus moet een min zijn. Ja, en dat wordt dan uiteindelijk een half van ln 1 plus t 1 min 2. Dat is gewoon... Dit zijn dus partieelbreuken toegepast. Kijk daar een video over partieelbreuken, hoe je het werkt. Ja, we hebben hier toegepast dat je twee ln's vindt. Die ln's kun je nog vereenvoudigen. Dat wordt dus een half. Ln 1 plus t gedeeld door, door 1 min t. Nu t was sinus t. Ja, hierboven gedefinieerd, dan krijg je dus een half. Ln 1 plus sinus t gedeeld door 1 min sinus t. Plus c. Ja. Dat is de integraal van secant x dx. Dus toegepast via de partiële integratie en door cosinus x aan een tellennummer toe te voegen. Dat is de eerste formule, dus secant x dx. Dus we hebben hier cosinus kwadraat x vervangen door 1 min sinus kwadraat x en door uitgevoerd. Tweede, secant kwadraat x dx. Ja, dat kun je schrijven als 1 gedeeld door cosinus kwadraat x dx. En dat is een basisintegraal, dat is deze integraal hier, dat is zo'n tangens x plus c. Dat is een gemakkelijke, dus secant kwadraat x is tangens x plus c. Moeilijker, een beetje meer complex, secant tot derde x dx. Ja, we beginnen aan, we gaan eerst splitsen als secant kwadraat x. Secans x dx. Ja, krijg je een invalve secans kwadraat x, die vervangen door 1 gedeeld door cosinus kwadraat x. Ja, maal secans x dx. Ja, dan weet je, 1 over cosinus kwadraat x dx is t tangens x. Je krijgt dus een integraal van secans x tangens t tangens x. Ja, waarom doen we dat? Dan kun je een partiële integratie toepassen. Je hebt nu een formule onder de d, dat kun je toepassen. Dan krijg je gewoon het product van de formules. Cx wat tangens x min de integraal van tangens x t secans x. Nu gaan we eventjes d secans x berekenen, ja, die hier staat. Daarvoor gaan we die hier eens apart doen. Dit is de integraal van afleiding van 1 over cosinus x. Ja. Dat wordt dus t van cosinus x tot macht min 1. Ja, als je uitwerkt, krijg je dus min 1 over cosinus kwadraat x maal afleiding van cosinus x is min sinus x. Wordt dus sinus x over cosinus kwadraat x. Dx. Ja? De binnenvallen weg krijgt sinus x over cosinus kwadraat x. Dx. Ja? We kunnen ook krijgen als sinus x maal tangens x. Dx. Dus sinus x. Ja, dus sinus x maal tangens x. Dx. Dus als je het uitwerkt, dan krijg je uiteindelijk ja, de secans x tangens x min de integraal van tangens x dx. Ja, lange formule. Ja, dus je krijgt dus de integraal van secans x tangens x min de integraal van tangens x, kwadraat x, secans x, dx. Ja, nu,
In deze term hier gaan we tangkwadraat sinus proberen te schrijven. Dus tangkwadraat x kunnen we schrijven als sinus kwadraat x gedeeld door cos kwadraat x. Ja, dat is gelijk aan 1 min cos kwadraat x gedeeld door cos kwadraat x. Ja, dan krijg je dus secant kwadraat x min 1. Dus 1 over cos kwadraat x wordt secant kwadraat x min 1. Ja, je krijgt dus secant kwadraat min x. Ja. Die term hier is gelijk aan secant kwadraat x min 1. Ja, dan kun je uitwerken als zijnde ja, secant x tangens x ja, min de integraal van secant kwadraat x min 1 maal secant x dx. Uitwerk krijg je dus secant x tangens x min secant tot de derde x ja, min secant x dx. Ja, die laatste min moet wel een plus zijn, want min wordt plus, foutje daarvan mij, oké. Okay. Maar we gaan dus voort. Nu, je merkt hier, dat dit is wel gelijk aan secant tot de derde x. Je hebt nu aan beide kanten secant tot de derde x, die kun je aan twee kanten brengen. Dan krijg je twee keer de integraal van secant tot de derde x dx. Ja, is dus je secant x tangens x ja, plus de integraal van secant x dx. Secant x hebben we juist berekend, die staat daar geschreven. Dan kun je schrijven als 2 keer de integraal van secant van derde x dx is dus secant x tangens x ja, plus een half ln 1 plus sinus x tot 1 plus sinus x. Ja, gewoon formule invullen. Nu, dan merk je dat je er een twee staat kunt wegwerken. Dan krijg je dus een integraal van secant van derde x dx. Ja, wordt dan de helft van secant x tangens x. Ja, plus 1 vierde ln 1 plus sinus x 1 min sinus x. Ja, dat is een complexe berekening, maar je vindt dus uiteindelijk dit formulier. Ja. Dus dat is de integraal van secant van derde x. We hebben dus berekend secant x dx. Ja, die we partieel breken. Ja, dus eventjes goed laten zien. Dat was de integraal van secant tot derde x. Een lange berekening om uiteindelijk die waarde te vinden. Ja, we hebben secant x dx berekend, integraal van. Op deze manier hebben we secant kwadraat x een basisintegraal en secant tot derde x. Denk over aandacht de volgende keer. Nog veel plezier met wiskunde. Dag. Bye bye.